Mijn naam is Marleen en ik ben universitair docent. Op de middelbare school vond ik wiskunde erg leuk, maar economie had ook mijn interesse. Ik ben daarom gaan kijken bij de studie econometrie. Bij deze studie krijg je veel wiskunde, maar pas je dat vooral toe binnen de economie. Een voorbeeld dat veel voorkomt is optimalisatie. Bij optimalisatie kijk je naar problemen waar je iets wil maximaliseren of juist minimaliseren. Bijvoorbeeld de kortste route op Google Maps of de maximale winst van een bedrijf. Deze wiskunde kun je net zo goed gebruiken om het leven van kwetsbare mensen te verbeteren. Daar houd ik mij mee bezig via het Zero Hunger Lab op de Universiteit van Tilburg. We gebruiken hier wiskunde om wereldwijde voedselzekerheid te bieden. Bij het uitdelen van voedsel moeten ontzettend veel beslissingen gemaakt worden, zoals welk voedsel delen we uit, waar zit er voldoende vitamine in en waar kopen we het in. Daarnaast willen we zo goedkoop, maar ook zo duurzaam mogelijk werken. Als je zonder wiskunde beslissingen neemt, kan je wel helpen, maar veel minder efficiënt. Uiteindelijk is het geld dan sneller op en kun je veel minder mensen helpen. Wiskunde redt in die zin gewoon levens.